Rebound betekent voor mij letterlijk terugveren, veerkracht, drive. Een reden om op te staan 's ochtends. Nou, je ziet rebound letterlijk terug in de voorstelling. Heel erg in de dansstijl, dat het gaat over vallen en opstaan. Maar je ziet het ook in het zoeken van contact. Dus de spanning tussen de performers in van aantrekken en afstoten. De samenwerking tussen mij en de dansers is heel intensief eigenlijk. Ze zijn echt in die zin co-creators. En ik vind het ook fijn om zo te werken. Want dat betekent dat iedereen een soort ownership heeft in het project. En vele breinen weten toch meer dan één persoon. Eigenlijk wil ik altijd voorstellingen maken die over de wereld gaan waarin we leven. En toch valt mijn oog dan het meest op conflicten in onze samenleving. Als je bijvoorbeeld kijkt naar vluchtelingen die regelmatig negatief in het nieuws komen. Er zit een soort strijd in over sociaal-maatschappelijke thema's. Maar het is uitdagend omdat het niet altijd herkenbaar is als zijnde of hip-hop of contemporary. Dus in die zin bevraagt het ook de status quo van hoe mensen een discipline hebben beschouwd of zien.